Oh, help me out. Mijn broek aan. Een half uur aan het struggelen. Wat voor broek ik aan moet doen. Echt even gaan shoppen voor de baby. Shop, tell me drop voor de baby. Echt totally, maar niet dit. Ik zou het dus nooit kopen. En ik had deze nieuwe lampen gekocht. En die ga ik ook weer terughangen. Dat wordt niet goed voor mij. Zullen wel door hormonen zijn, denk ik. Dat ik opeens alles weer anders wil. Jill en ik zijn nu aan het kijken naar de shoplocatie. Deze ruimte is amazeballs. Is het leuk? Oh, fijn, fijn, fijn. Kijk er gaan, fanatiekeling. Te leuk voor een shoot dit. Ik heb helemaal zin in. Welkom bij weer een nieuwe Reiners vlog. In deze vlog ga je zien hoe wij naar het Wondermuseum gaan voor iets heel leuks. En ik ga met Daan en Romee shoppen in Eindhoven en onder andere naar Eddie's met heel veel leuke babytassen. En Romee komt ook met heel veel tassen terug, dus ben jij dan benieuwd? Blijf kijken, blijf abonneren en subscribe. We hebben nu 47.000 abonnees en we willen naar de 50.000 voor de leuke winactie. Voor de leuke winactie, dus blijf abonneren. Love Reiners. Oké, good morning. Het is vandaag zaterdag. En ik ben denk ik echt al, die Lara is een half uur aan het struggelen. Wat voor broek ik aan moet doen. Ik heb echt heerlijke bordetjes gewoon bij de Zara gekocht. Aangezien dit hier mijn buik perfect in past en ook nog echt in kan groeien. En normaal gesproken draag ik elke dag de twinsbroekjes. Maar dat oogt soms wel een beetje te casual. Soms denk ik van ik wil een beetje leuk, iets meer partyachtig eruit zien. Gewoon iets meer outgoing, out the deur. Maar zoals je ziet, mijn favoriete jeansbroek. Past allemaal aan de achterkant. Maar niks aan de voorkant. Dus ik moet nu echt eraan geloven. Of dat ik echt broekjes heb met heel veel stretch. Van die lekkere flare of zo. Maar dit kan echt niet meer. Oh, help me out. Mijn broek aan. Ik heb net alle wasjes gedaan. En het is één troep. Dat gaat gewoon niet. Nou, die kan ik meenemen. Voor Sjul. Bammer. Dus jullie even hier neer. Die kan ook weer uit. Deze broek was altijd te groot. Dus misschien dat ik nu deze wel lekker zit. Want dit was echt, op een gegeven moment na zo lang dragen, echt zag er niet meer uit. Maar ik voel dat die best strak zit nu al. Oh my god, hij gaat dicht. Moet je nagaan hoe los die zat. Maar is dit leuk? Eén broek gevonden die nog dicht gaat. En makkelijk. Maar dan voel ik het weer niet. Is het niet. Oh, ben ik moeilijk aan het doen zeg. Godverdomme. Ik ga varen en ik moet gewoon een lange broek aan met gewoon zoiets zeg maar. Voor als ik het koud krijg heb ik altijd nog iets voor mijn benen. En als ik het warm heb kan ik gewoon lekker een hemdje en anders gewoon een vest aan doen. Gewoon helemaal buiten adem van passen. Help. En ik heb ook geen leuke zomerjurkjes, kom ik nu achter. Ik heb echt alleen maar overdreven uitgaansjurken. Of lange sleepjurken, wat ik nu gewoon, als ik niet ga uit eten of iets leuks ga doen, echt niet aangedoen. Ik heb die nu toen bij, hebben jullie volgens mij ook wel gezien in de vlog van Acne Studios. Een hele mooie gele lange jurk. Maar op de boot met honden en in de bench is dat niet echt een goed idee. Ga ik nu maar gewoon een oversized blouse of zo aandoen als jurkje. Maar als het dan weer heel warm is, heb ik niks om uit te doen. Ik hou jullie even op de hoogte als ik straks weet wat ik aan doe. Help. Reiners, Reiners, Reiners. Jackets. Help. Oké, na alle outfit stress heb ik gewoon weer Reiners aangetrokken. Aangezien dit altijd het beste is, kom ik weer altijd op het laatste moment natuurlijk achter. Wat ik eigenlijk al is. Aangezien ik broekjes heel strak zit met mijn buik, heb ik nu weer de Intarsia rok aan. In het zwart. Met het bijpassende hemdje. Dit zit gewoon nu voor nu even het lekkers. Dus als jullie tips hebben over lekkere broeken met stretch. Ik heb natuurlijk alle tween sets en ik heb heel veel comfy pakjes. Maar ik bedoel eerder gewoon een lekker stretch broekje in jeans. Want echt een zwanger. Broeken met zo'n band. Ja. Ben ik niet echt van. Of lekkere jurken of zo. Even leuke zomerjurken. Ik ga maar even bij mijn zus in de winkel kijken. En ik ga maar een beetje op internet struinen. Want dit is niet te doen als ik dit elke dag alleen maar dit aan kan. Dus ik ga lekker varen. En dan zie ik jullie later op de dag. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag en ik heb gisteren gevaren en heb niet gefilmd aangezien mijn vlogcamera was vergeten. Dus ik heb gisteren nog een heerlijk vaardagje gehad. Nu is het weer wel lekker, maar niet zo mooi als gisteren. En Daan en Romee hadden besloten om vandaag even te winkelen in Eindhoven. En dan gaan we natuurlijk even gezellig langs Eddie's. Dan kan ik even Romee weer zien en eten en dan kunnen we misschien even gezellig samen lunchen. En nog even lekker winkelen. Dus ik neem jullie vandaag mee naar Eindhoven. En ik draag vandaag het gratadres in het crème met de baby belly. Nog steeds in maat S. En ik ga hem nu even klaarmaken. Ik heb nu even voor mezelf, omdat we zo gaan lunchen met Romy en Ed. Een musselietje gemaakt. Dat is toch wel een uurtje rijden. Dan heb ik in ieder geval een lepeltje pakken. Iets op mijn maag. Het is nu namelijk 11 uur. En dan kan mijn dag beginnen. Zo, goedemorgen allemaal. Ik wacht nu buiten op Romy en Daan. Ze waren al bijna bij mij, zeiden ze. En dan onderweg naar Eindhoven. Ik ga even wachten naar de overkant. Het is toch anderhalf uur rijden weer. But it's worth it. De camera is zo vies door die gender party. Oh, is niet oké. Okay. Net nieuwe camera. We are on the road. Het is hier niet veel warmer als in Haarlem. Kijk hoor, we moeten naar de Vrijstraat. Ik heb nu Unique de Leeuw aan. Superleuk kleurstone.
Alles een M. Tada! Zo, nu heb ik ook van Unique een zwart jurkje aan. In de maat L. Daar kan ik nog een beetje in groeien. Maar ook heel mooi gesmokt. En bij de buik ook weer heel mooi. En lage rug. Love it. Dit ziet er heel lekker uit. Maar ze hebben niet gezegd wat wat is. Dus ik weet niet zo goed wat ik mag. Is het niet de rainbow? Oh my god. Ik denk dat dat de rainbow is. Ik denk het. Zal ik het gewoon? Oh nee, er zit salmon op. Heb je iets gevonden, Romy? Nee. Nee? Dit wordt ook nog mij. Yes. Shop tell me drop for the baby and for self, skins, everything. Dat kind. Dat wordt verwend. Mijn kind. We zijn Engels geweest, geluncht met Rome, met Beurt. En ik ben kapot. We zijn kapot. Kapot. En we lopen nu naar de auto. Toch nog anderhalf uur weer naar huis. Laat jou lekker lopen. Kan jij toch? Ja. Hop. Zo zwaar leven. Zo zwaar leven. Afgesproken en dan zeg ik weer Door boodschap in de rij en dan ben ik weer helemaal terug. Zo, in de car. Dit is een beetje een hop met Mary. Yes. Hoplakee. Zo. Een beetje aangepast, het merkje van Romy, van Ellie's en Ed. Rijn is natuurlijk weer gekeken. En voor de baby natuurlijk geshopt. Dus het was een geslaagd uitje. Marie, wat heb je allemaal in Eindhoven gekocht? Nou, we gingen... En kan je het laten zien? Ja, we gingen wel naar Eindhoven eigenlijk voor Ellie's. Romy en Daan hadden daar ook heel veel inspiratie uit. En we hadden een beetje leuk gebrainstormd met Ed en Romy. En die wilden ook gewoon zien hoe zij het daar deden qua winkel. En ze waren er nog nooit geweest, dus we gingen daar shoppen. En toevallig zit daar een hele mooie kinderzaak tegenover. Dat wist jij niet. Nee, wist jij dat? Ja, tuurlijk wist ik dat. Dus we gingen even kijken voor mij en de baby. En ik ben best wel nog rustig gebleven. Want de baby wordt in november geboren. En nu is overal nog zomercollectie. En de wintercollectie moet overal nog binnenkomen. Dus ik heb zeker wel dingen gekocht. Wat tassen vol. Het was ook voornamelijk heel veel skins waren we gaan shoppen. En ook wel voor de baby eigenlijk. Heb ik ook wel heel veel gekocht. Heb je het hier net? Kan laten zien. Lekker wel. Eén pakje. Ga ik laten zien. En ik kon helaas niet mee. Want het was op een zondag. En toen had ik iets anders gepland staan. Dus vandaar dat jullie mij niet zien in deze. Deze stukjes. Van die hondjes zelf eten. Oh, ik had deze foto meegekregen inderdaad. Oh, ik vond echt Tinkerbell. Ja, maar echt. Ik vond het gewoon schattig. Fairy dust uit. De sokjes. Heel veel sokken. Maar ik vond het leuk. Met tulle strikjes. Met is het? Ja, gewoon roze sokjes. Zij zegt, je hebt nu wel genoeg losgekocht. Nu moet ik echt over naar de Adidas. Denk het toch niet. Dit slaapzetje. Maar het is voor 3 maanden, maar ik kon niet wachten. Oh, wat grappig. Het is echt totally Marie dit. Ik zou dat dus nooit kopen. Nee, ik weet het. En dit was echt te schattig. Dit is dan roze, ook met kant. Ik hou het even hier vast. Oh, sorry. Dan kan jij het topje laten. Ja, hoort dit topje bij. Ook met kant. En ruffels. En dan dit als mutsje. Het kan niet gek genoeg bij jou. Dus dit was even de leukste dingetje die ik heb gekocht. Wat is dit dan? Dat ging per ongeluk mee. Stop. Dat mocht ik niet laten zien. Dus er zijn er nog heel veel sokjes en gewoon een beetje babydekens en dat soort dingen. Maar niet iets heel denderends. Dus hartstikke lief verwend van Romy en Daan. Super lief. Oh my god. Dit is nu net binnengekomen bij mij thuis. Ik heb dit altijd voor mijn nichten gekocht. Die ook zwanger waren en in verwachting en ook een kindje zouden krijgen. En nu is het gewoon voor mezelf. Echt heel bizar. Dit is een sleepy head. Dit ga je echt elke dag straks gebruiken. En ik heb het in strawberry cream. Ik ga hem even voor je uitpakken. En dan laat ik even alvast zien het plekje waar die moet. De box is nog niet klaar voor de woonkamer. Maar ik ga hem even nu in het slaapkamer een beetje zetten. Super leuk. Zo, ik heb hem uitgepakt. Kaartje zit er nog eventjes aan. Maar het is echt of ik het wist. Alles is dezelfde kleur als de muur. Dit is hem dan. Het is ook echt heel veilig voor de baby. En ook als je gaat voeden. Maar ook voor de vakantie mee te nemen. Nou, mijn nicht heeft het echt overal voor gebruikt. En ga jij even zien zitten, Frank? Is dat een baby? Dat is leuk. Ik ben er echt super blij mee. Hoe leuk is dit kleurtje ook. Vind je het leuk? Goed gekeurd? Frank, kijk eens. Dit is de baby, hè? Oké, zoals jullie wisten hadden Jim en ik dit zebrakleed. Maar aangezien we nu heel veel spullen al voor de baby binnenkrijgen binnenkort, heb ik dit kleed online gevonden. En het is echt veel rustiger. Ik heb even mijn Missoni allemaal weggehaald. En ik ga dan zwart-wit kussens doen. Die mand past er ook veel beter bij. Ga ik het allemaal iets rustiger maken in huis, aangezien het al heel vol is. En ik had deze nieuwe lampen gekocht en die ga ik ook weer terughangen naar mijn zilver die ik had.
Dat wordt niet goed voor mij. En dan heb ik mijn zoon die ik altijd op de bank had. Heb ik gewoon heel even als sprei over de bedje van de baby gedaan. Dus dat is gewoon wel heel erg leuk. Gewoon zo samen. En dan moet ik nog natuurlijk lakens en zo kopen. En dit setje heb ik ook vandaag weer gekocht voor het meisje. En ik vind het nog echt leuk staan ook. En ik ga hier een zeil achter zetten. En hier komt een zelfgemaakte kast. Deze ga ik ook verkopen. En dan ga ik deze ananasplant daar neerzetten. Dan heb ik precies zelf kleur roze. En dan komt het geel van het Missoni kleed ook weer een beetje terug. En dan is de woonkamer wat rustiger straks voor de baby. Want hier komt namelijk ook de box. Dus het wordt een gekkenhuis. Dus dat is wel lekker. En we hebben veel meer plek om te zitten met al die kussens weg, hè? Zie je hier, vriend? Zo, weer hetzelfde plekje. Zoals jullie weten ben ik met Romein en Daan gaan winkelen in Eindhoven. Onder andere bij Eddie's. En nu draag ik mijn nieuwe body. Want mijn BH gaat iedere keer eroverheen. Van Unique Label in het crème. Super mooie pasvorm. En ik heb de maat M gedaan voor de babybelly. Met mijn Chloe broekje eventjes. Want ik pas dus geen broeken meer. Geen onderkanten, geen rokjes. Überhaupt helemaal niks meer. Dus ik heb, dit is mijn wijze broek die ik nu thuis heb. Dus ik moet echt even gaan shoppen voor de baby. En ik krijg ook nog steeds heel vragen of wij nog steeds reinersieraden hebben. Dat hebben wij natuurlijk. Ik draag nu het kopje van Reinders met mijn duimringetje. John, ik had het heel eventjes een tijdje uit. Geen idee waarom, maar ik heb het weer gevonden. Wie opruimt, vindt weer wat. Dus het is super leuk. Ik ga nu naar Zandvoort toe, want ik ga lekker bij Zizo eten met mama, papa, Mike en Mike's papa en Sjoe. Ik kan niet wachten om heerlijke sushi te eten, wat ik gewoon wel allemaal mag eten. Ik had er zoveel zin in dat ik gewoon mezelf zo wat heb uitgenodigd. Dus ik zie jullie zo in Zandvoort. Het kleed wordt trouwens opgehaald. Oh, hij is lekker potje aan het eten. Zoals jullie misschien kunnen zien is deze porseleinen tijger ook weg. Die staat nu bij Romee in de winkel. Dit wordt vanavond opgehaald. Ik heb alle kussens weggehaald van de bank. Dus als jullie leuke ideeën hebben voor grijze, zwart-witte kussen. Dat het iets neutraler wordt. En ik ga dus mijn andere lamp weer ophangen. Maar dat had ik al verteld. We willen wel door hormonen zijn, denk ik. Dat ik opeens alles weer anders wil. I don't know. Ik ben een beetje aan het opruimen, want ze gaan vanavond het kleed ophalen en ik ga zo weg. Deze prachtige bloemetjes heb ik trouwens van Jasmijn Bloembinders gekregen. Super die. En ik ga nu even alle troepjes weghalen uit mijn huis. Dat het straks wat strakker is als de baby komt. Aangezien ik dat ook in volle kleur ornaat heb besteld en anders te druk is. Dit licht is trouwens not good, but hè. Zo. Oké, ga ik me even met mijn spulletjes pakken. Ik krijg steeds meer vermoeien, jongens. Volgende week 20 weken alweer. Zo, in mijn bekende lift. Laat, 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 laat. Ik heb hier mijn lievelingsjas aan van mijn mama en Mai. Ik kan niet vaak genoeg zeggen wat een mooi verjaardagscadeau het is. Ik ben er helemaal verliefd op. Ik heb even die bandjes van Stink Mee en Beer. Want die lagen bij mij thuis. Geen idee waarom, maar ik koel ze ook die slang zo. Blij dat ik zo'n creatieve mama heb. Ik heb zo'n creatieve zwager. Klinkt zo ver weg, zwager Mike. Maar het is toch echt zo? Ja, laat je me nog voor? Die denkt ook, wat moet zij nou met de camera? Het is echt heerlijk warm weer. Dus ik draag echt serieus alleen die body met het jasje. Oh, ik kan nog even wennen als ik in mijn eentje ben om te filmen en te lopen. Zo, dan ga ik nu mama en papa ophalen. Mijn complete look is nog dit Balenciaga tasje van Bobbeers erbij. En dus mama en Mike hun jas. En ik ga nu on the route. Chill, wij zitten nu aan tafel. Hi mami. Hi mami. Wij hebben Zizo. En we hebben net een beetje voorafjes besteld. Ja, een beetje voorafjes. Volgens mij ben ik al helemaal klaar. Nee joh. Niet heel goed licht. Leuk. In gepaste afstand. Een heel leeg restaurant. Ik ben vergeten het eten te filmen. Alles is op. Ik krijg zo'n tweede ronde. We krijgen nog een tweede ronde. Mochi uit. Iets minder kleur in je huis, hoe kan dat? En hoe zijn het door hormonen? Nou, zeggen we allemaal dat het aan de hormonen ligt. En we hebben natuurlijk heel veel babyspullen al ingeslagen. En het wordt zo druk dat jij me dacht van, ik wil het wat rustiger in huis. En nu nadat ik het eigenlijk allemaal heb gedaan, geef ik wel groot gelijk. Ik heb mijn zebra kleed weg, die porseleinen tijgers naar Romeo winkel. De pluimen weg, de tuinvaas. De blauwe stoel naast me. Ja, mijn spiegel is weg. De ananasvaas heb ik nu naar de kinderkamer verplaatst, maar die ga ik toch weer terughalen. Ik heb toch nog een beetje aan. En ik krijg weer mijn zilveren lampen terug die ik weer hiervoor die lamp had. Nou, dus alles een beetje omgegooid. Zo, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En Sjoe en ik kwamen op iets nieuws. Nou, niet nieuws. En wij gaan natuurlijk normaal gesproken altijd de zomercollectie shooten in oktober. Maar dan ben ik 8 maanden zwanger en waarschijnlijk bijna bevallen. Dus dat kan helaas niet. Dus nu hebben we heel snel een goede shootlocatie gevonden. We gaan vandaag met Tarone heen en mama, Mike en Sjoe. Om te kijken of het geschikt is voor de zomer. Ik laat misschien wel een sneak peekje zien, maar nog niet alles. Anders is het ook wel jammer. En ik draag vandaag de Tyra set. Een tarsjehemdje met een rok. En die buik groeit echt elke dag meer en meer. Sjoe neemt mijn jasje nog mee. En dan gaan we gezellig daarna ook even lunchen. Met Tarone. Want zij is jarig geweest. Dus het is heel gezellig. Even naar Amsterdam. De hondjes gaan mee. En als ze niet naar het museum mogen, dan blijft mama even buiten. Maar ik heb het nu een tas helemaal ingepakt. Dus ik denk dat het wel goed moet komen. Dus ik zie jullie zo in Amsterdam en in de auto. Oké, ik zit in de auto. De cabrio. Maar ik heb net mijn haar laten feunen. Dus ik heb een doek over mijn hoofd. Gezondheid. We gaan nu naar de Wonder Fashion. Oh nee, Wonder Experience. Om voor een fotoshoot. Maar ik kan helemaal niks zien met die zon. Wij.
zie eruit. Mag het zo? Oké, wij zijn onderweg naar Wonder Experience. Want daar willen we een foto van houden. En back Mike, Marie en mama en de hondjes. Nu mogen de hondjes denk ik niet mee naar binnen, maar we gaan het proberen. En Taron komt ook gezellig. Wij zijn nu bij Wonder Experience. Oeh! Waar zijn wij? Jules en ik zijn nu aan het kijken naar de shootlocatie. En we wachten nog op ons noontje. Maar dit is zo leuk. Kijk, al die oogjes. Dit is al gewoon een leuke shootlocatie. We hebben hier denk ik wel langer dan 3 uur nodig, of niet? Als doen we 2 dagen. First area. Dit is dus nieuw. Die had ik volgens mij niet gezien op de Instagram. Moet ik alvast een foto van jou maken of gaan we even kijken? Wat doet het? Allemaal leuke tekeningen. That's not very important for us. Nee, deze ruimte is not that nice. Nee, not that nice. De curtains. Kijk, ik ben benieuwd. Oh, wat leuk. Wat leuk, Jules. Moet ik een foto van jou maken? In de wolken. In de wolken. Een roze wolk. Nou, hier kan je wel echt leuke foto's maken. Hier gewoon, ze hebben de deur gewoon niet opengemaakt, denk ik. Oh ja. Nou, dit kan ook leuk zijn hoor. Was dit het dan? Oh, die geheime kamers. Nou, dan wil je ook weer thuis, toch, Jules? Dit is ook wel grappig. Wel leuk voor het kleuren bij de collection, hè? Dit is leuk. Wow, waar moet je heen? Je ziet het toch wel naar links. Oh ja. Nou, dit is ook leuk. Oh, daar, dit is mijn kamer. Ja, dit is Bill. Kijk, al die vins, Jill, die kleuren. Zit je haar ook nog goed? Kijk nou, wat leuk. Jill. Oh, dit is leuk. I love this, guys. Ja, dit is leuk. Dit is beeldig. Al die vins. Jill is making up the picture. Deze ruimte is amazeballs. Te leuk. Oh, dit is leuk. Is dat leuk? Oh, fijn, fijn, fijn. She found a good angle. Oh, I'm going out. Hoe leuk is dit, jongens? We zijn helemaal enthousiast. Ik ga niet alles laten zien, anders... Ja, de foto's worden toch helemaal uniek. Maar kijk, het schaapacht in het roze. En die discoballen. Kijk dan. En ja, haar gaat lekker in de wind. Woehoe. Ah. Deze deur, ik denk, ik doe stiekem open. Maar het is gewoon nog een hele ruimte. Allemaal wit. Glitter. Zo leuk, dit. Eén. Beeldig voor de hoogzomercollectie. De Chill 3 uur is niet genoeg. Wat leuk is dit. Hoe leuk. Mijn huis. Ja, zo wordt jouw huis. Jij bent zoveel excited dan ik. Pool rules. Oh, ja, dit is beeldig toch, een shootlocatie, Jill. Oh. Oh, wacht even. Er staat schoenen uit. Shoes off, please. Dus ik denk dat we dat wel even moeten doen. Nou, dit is toch beeldig. Oh. Maar Jill, ik moet van jou een foto maken, hoor. Ik denk niet dat je kan spelen. Ga je de glijbaan? Wat leuk is dit. Nou, dit is toch te leuk voor een shoot, dit. Ik heb helemaal zin in. Kom, ik ga een foto van je maken. Ja? Ja? Oh. Oh. Shower, dat is ook leuk. Oh, dat was in je haar. Je hebt je haar voor niks gefeukt. Haar voor niks gefeukt. Leuk. Is leuk. Jules, spring eens in. Durf je dat niet? Nee. Sukkel. Leuk, onze villa. Ja, dit is leuk. Wij zijn nu lekker aan, of gaan lekker lunchen. We zitten. Wij gaan lekker lunchen bij George. Ja. Ik wist even niet meer waar we zaten. George, 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 George. En hondjes op schoot. Hey Frank, is je die? Lekker. Lekker. Bon appetit. Ik ga die hondjes zitten. Ja. We zijn vandaag naar het Wondermuseum gegaan. Want zoals jullie weten kunnen we niet meer naar het buitenland. En we willen alsnog leuke campagnebeelden shooten. Dus we hebben nu een paar dagen bij Cooper geshoot. Ja. En nu gaan we hier onze nieuwste collectie shooten. Hoe wat? Laten wij natuurlijk nog weten. Maar het is super leuke ruimtes. We zijn echt heel enthousiast. Ja, normaal gesproken doen we natuurlijk altijd in oktober. Maar dan ben ik 8 maanden. Dus dat kan het gewoon echt niet. En dat hadden we opeens, denk ik, vorige week bedacht. Van shit, we moeten hier echt opschieten. Dus gelukkig hebben we in Amsterdam genoeg leuke plekken waar onze collectie ook bij past. Dus we hebben nu al een sneak peek van de locatie. Maar natuurlijk nog niet van de collectie. Maar we gaan jullie wel later filmen en ook later aan jullie laten zien. Maar we hebben er heel veel zin in. Wat een coole locatie. Ja, dat was echt heel leuk. En om het te vieren hebben we ook nog even met Taron, Mike en mama geluncht bij George. Dat was daar 10 minuutjes te rijden vandaan. Ja, Taron was jarig!
Ze was jarig. Dus het was heel gezellig. En ja, wat gaan jullie volgende week in onze weekvlog zien? We hebben weer dinsdag een fotoshoot gepland. Het wordt super mooi weer. Dus je zal ons vast wel op het strand zien paraderen. Varen, met de boot, met familie. Het wordt vaderdag. Dus we gaan zeker met papa gezellig met de hele familie. Met mama. Barbecue, dat zie je nog niet in de volgende vlog. Nee, we gaan vlog. Gourmetten. We gaan gourmetten. Nee, dat is zondag al. Sorry? Ja, maar dan is de vlog toch alweer online. Dus volgende dan... week vlog, toch? Nee, want het is deze... Oh! En nog zoveel meer. Dus blijf abonneren. Hoe meer subscribers, hoe meer content wij kunnen maken. En dan kunnen we eindelijk weer een actie met jullie doen. Dus dankjewel. Love. En zal ik even jouw outfitje laten zien nog? Ja. Jill heeft ook vandaag een te leuke foto gemaakt bij het museum. Die hebben we ook gepost vandaag. Ze heeft vandaag een tie-dye t-shirtje aan. Die is nu in de sale. Dus superleuk. Het is één maat. Met het Balenciaga tasje van Bob Berends. En een Naked X Kim Veenstra broekje. Maar die is overal uitverkocht. En ik had natuurlijk nog een rijtje van die jacket aan. Ja, superleuke combinatie. En Marie is super mooi zwanger in haar outfit. Die heeft het tie-dye hemdje aan. Met skirt. Waar je er mega baby belly in ziet. Groeit met de week. Hi Mike, je zit ook op de achtergrond. Heel leuk.